We praten nog even door met de politicoloog Karel de Vos van de Universiteit van Gent. Professor de Vos, een woord wat ik vandaag veel gehoord heb is du jamais vu. Het is toch ongelooflijk dat er op het hoogste politieke niveau geraakt is aan een van de grondvesten van onze democratie, de scheiding van de machten. Hoe is dat mogelijk? Ik ben bijna geneigd om te denken, hoe dom kun je zijn? Ik durf niet uitsluiten dat men het eerder ook al eens niet heeft geprobeerd. Ik bedoel dat andere eerste ministers wel eens geprobeerd hebben om de rechterlijke macht te beïnvloeden. Maar wat we nog nooit gezien hebben, is dat inderdaad het Hof van Cassatie in een rapport netjes zegt van deze regering heeft geprobeerd om de rechtsgang te beïnvloeden. En dat komt denk ik omdat de inzet zo groot was voor premier Leterme. Als je even overloopt wat hij allemaal heeft willen doen, staatshervorming is niet gelukt. Begroting functioneert niet goed, er is geen akkoord over asiel. Hij heeft eigenlijk heel weinig in handen, maar hij wilde met dat dossier over Fortis echt bewijzen, ik ben een goede bestuurder, ik kan het oplossen. Hij is daar blijkbaar zeer ver in gegaan, hij is daar te ver in gegaan en nu krijgt hij de rekening gepresenteerd. Ja, je zou bijna zeggen, het is gedaan met de beste bedoelingen. Nee, dat denk ik niet. Enfin, ik denk wel dat hij geprobeerd heeft om dat dossier goed op te lossen, dat dat zijn motief was. Maar hij heeft ook vooral geprobeerd om aan ons te tonen dat hij een zeer goed bestuurder is. Dat hij wars van al die kritiek toch dingen kan realiseren. En misschien heeft hij daar dingen gebruikt, technieken gebruikt die ongeoorloofd zijn. Maar wel opletten, het gaat tot nu toe nog allemaal over vermoedens. Er zijn signalen, er is bericht dat er beïnvloeding is geweest. We hebben eigenlijk op dit moment nog altijd niet de zuivere, heel duidelijke feiten dat de eerste minister effectief ontoelaatbare dingen heeft gesteld. Maar ze lijken er in elk geval zeer sterk op. Ja, want er is die brief van het Hof van Cassatie die ondubbelzinnig is. Hè? Ja, en het gaat niet alleen over Leterme. En dat maakt de toestand alleen nog dramatischer. Ja. Als we het goed hebben gehoord, dan is er ook sprake van minister Van Deurzen en minister Reinders. En dat zorgt er ook voor dat ze nu zo lang binnen zitten. Want wat Leterme wellicht wil vermijden, is dat hij als enigste moet opstappen. Mm. Want dat is eigenlijk, ja, de geschiedenis veroordeelt dan de man omdat hij fouten heeft gemaakt. Als er meerdere moeten opstappen, ja, dan is het niet alleen zijn verantwoordelijkheid. En men maakt nu heel erg ruzie over de vraag, ja, wie moet nu eigenlijk opstappen? Hè? Moet Leterme alleen gaan of moet Reinders mee en Van Deurzen mee? En vooral, ja, we moeten daarna doen, hè, want dan hebben we straks geen eerste minister meer. Maar er zijn niet oneindig veel mogelijkheden waar we het straks mee kunnen oplossen. Ja, als je nu de balans opmaakt, wat is er overgebleven van die triomf van 10 juni vorig jaar? Leterme heeft 800.000 stemmen gekregen. Hij werd premier, hij zwoer 3 dure eden, een staatshervorming, goed bestuur, een sluitende begroting. Wat is daarvan terechtgekomen? Geen staatshervorming, geen sluitende begroting. En eigenlijk is er niet veel van terechtgekomen. Weet je krediet toch, die financiële crisis heeft hij op bepaalde punten wel behoorlijk aangepakt. Hè. Er is ook erkenning en lof geweest voor wat hij heeft gedaan. Maar als je de balans helemaal compleet maakt, dan denk ik dat er heel veel hoop was en heel veel verwachting na 10 juni 2007. En dat we voor nu vooral met ontgoocheling zitten en dat eigenlijk het echt niet goed is geweest. Ja, dit moet een bijzonder pijnlijke dag zijn. Bedankt voor uw toelichting.